Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator 2021, met Bliefjes natuurlijk. Vandaag pakken we even een oude route uit de doos, de B-tour-route, dat is best wel een hele lange tijd geleden. Goedemorgen meester, je hebt zojuist de RE19 overgenomen van een collega in Emmerich en je rijdt het laatste stuk naar Arnhem Centraal. In dit scenario ga je tot Zevenaar. Zoals je ziet is het weer niet al te best, dus maak snel je trein klaar. Laat de passagiers binnen en vertrek om 9:45 richting Nederland. Nou, laten we doen. Instap in die handel. Verlichting staat volgens mij al aan. Nee, staat uit. Zo, nu staat hij aan. Die hebben we wel nodig. En dan staan wij hier nog even in Emmerich. En dan gaan we een stukje over de Betuwe-route gaan we rijden tot aan station Zevenaar. Normaal gesproken rijden natuurlijk is de trein door tot Arnhem Centraal. Maar goed, deze route loopt niet helemaal door tot Arnhem Centraal. Deze route die gaat door tot... die rijden normaal gesproken Arnhem Centraal, maar wij gaan tot Zevenaar. Zo. Het is hier goed aan het flitsen in ieder geval. Dat is één ding wat zeker is. Maar goed, het leek mij leuk om eens even een wat oudere route even uit de doos te halen. Misschien doe ik dat wel een beetje vaker. Dat ik gewoon denk van nou, ik pak gewoon even een ontzettend oude route. En dan gaan we even kijken wat we... Goeiedag, hè. Wat we daarop kunnen vinden. Dat maakt het misschien wel een beetje leuker. Maar goed, wij kunnen over een... Kijk, de richtingsschakel kan vast naar voren in. Een gedeelte van de remmen kan op... Ja, kan wel even ervan af. En dan zetten we de snelheid zetten we op 120. Zo, deuren gaan dicht. Let op de maximale toegestelde 120 km per uur in dit verband met de aankomsttijd op 7a. Oké. Okay. 1, 2, de tyfoon. Oké. Okay. Tof en geluk om een beetje lawaai te maken. Is zijn trouwens groen? Ja, dat is die. Oké. Ik wou zeggen, kan zij nog lang op groen blijven? Oh, wat? Oh ja, tuurlijk, stom. Ik ben even vergeten dat we inderdaad met PZB rijden. Zo, nu even geen noodrem en nu kunnen we gewoon mooi doorrijden. Willkommen in Regional Express 19 nach Arnhem Hauptbahnhof. Unsere nächste Halte ist Zevenaar in de Niederlanden. Abel hier wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Goedemorgen dames en heren, welkom in Regional Express 19 naar Arnhem Centraal. Ons volgende station zal zijn Zevenaar. Abel hier wenst u nog een goede reis. Nou, dankjewel daarvoor in ieder geval. Wat hebben we hier nou geel voor zijn? Wel de proef. Misschien nog een beetje bugseintjes hier en daar. Maakt niet uit, zolang we kunnen doorrijden, daar gaat het om. Natuurlijk nog even een bedankje naar mijn. Tier 3 subscribers. Kijken. Zien of er wat mensen bij zijn gekomen. Misschien ja of nee. Kijk, PZB is weer niet meer aan het zeuren. Dus wij kunnen het nu gewoon weer optrekken.
Eens even kijken. Nee, ik moet in ieder geval nog steeds bedanken. De Dutch Retro Gamer, René Gubbels, Rob Jansen en Stefan Diemand. Bedankt voor jullie support in ieder geval. Fijn dat jullie het zo lang hebben uithouden. Maar goed, eventjes kijken. Wij rijden nu 120 km per uur en wij gaan op 7 naar af. Ja, we zullen straks waarschijnlijk wel over de grens gaan. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar de grens hier trouwens moet zitten. Wij rijden hier. Dat is hartstikke leuk, maar... met zekerheid zeggen wanneer überhaupt die de grens komt, eerlijk gezegd, maar maakt het zich niet heel veel uit. Oh, mooi voordeel. Maar wat moeten we doen zonder mooie voordeels? Nou, natuurlijk heb ik vorige week heb ik een aflevering gedaan toen we naar Zandvoort heen reden. Een paar mensen viel het al op dat ik hem ooit eerder had gereden. Zoals Chris en Edith viel het op dat ik hem ooit eerder had gereden. Dat klopt inderdaad. Ik heb zeker wel die... die route wel een keer eerder gereden. Dus dat is inderdaad wel goed opgevallen. Frank die heeft nog voor mij eventjes nagevraagd of... De snelheid nog steeds 100 km per uur is tussen Overveen en Zandvoort. Dat is nog inderdaad nog steeds zo. Dus dat was wel in ieder geval even goed om te weten dat de snelheid gelukkig niet veranderd is. Maar natuurlijk wel een hele prestatie wat de NS natuurlijk heeft neergezet, laten we dat wel zeggen. Het is natuurlijk wel een hele operationele klus geweest natuurlijk om 5 treinen om 12 treinen in een uur te laten rijden. En gewoon elke 5 minuten vertrok er een trein vanuit Amsterdam wel naar Zandvoort. Dus volgens mij zijn de overwegen ook grotendeels in het weekend vooral dicht geweest. Trouwens rijden is een oud scenario van volgens mij van Rob Jansen, die hij zelf ook nog ooit een keer ingesproken had. Dus wel geinig om daar dan overheen te mogen rijden. Nou kijk, hier zien we dus de grens tussen Nederland en Duitsland. Die komt dus nu ook op het map te staan. Dus dit is wel aangegeven met een marker. Alleen er verandert verder niks aan onze snelheid. Qua systemen kan ik ook niks omzetten met de trein. En volgens mij, de overgang van stroomnet is volgens mij na Emmerich, dacht ik, niet voor Emmerich. Het enige wat ik zeker weet is dat het best wel heel erg rommelig is daar buiten. Hebben we passenger? Ja, we hebben wel passenger. Dat is wel leuk. Aan de andere kant zou ik wel graag eventjes het magische moment van over de grens willen beleven. Oh, dan een goederentrein weer? Ja, zeker wel. En dan, we zijn de grens over. Ik bedoel, het Nederlandse seinbeeld zijn we voorbij gegaan. Eigenlijk hebben we vooral niks meer met PZB te maken. Zou je kunnen zeggen, kun je hem uitdoen.
Maar ja, mij leek het dus vooral even een leuk idee om gewoon eens te zeggen van, joh, weet je wat, we pakken gewoon even weer een ontzettende oude, hoe heet dat? Route pakken we gewoon even uit de doos. Zo zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, nou, misschien pakken we wel een keer het Gooi Centraal even uit de doos. Of de route Utrecht-Tiel. Die had je ook volgens mij vroeger. Speeding. Oh. In weinige minuten bekunnen we een 7 naar afstag in Farrington links. Buiten de reismogelijkheden met in de regionale band naar Doetinchem, Winterswijk, uit Arnhem Hauptbahnhof. Nach einem kurzen Stopkit is weiter naar Arnhem Hauptbahnhof. Wenn Sie uns in 7 verlassen, wensen wir Ihnen einen guten Tag. Goedemorgen, dames en heren. Over een paar minuten bereiken wij 7. Uitstappen in de rij richting links. U kunt hier overstappen op de stoptrein naar Doetinchem, Winterswijk en Arnhem Centraal. Na een korte stop zullen wij verder gaan naar Arnhem Centraal. Mocht Zevenaar uw eindstation zijn, wensen wij u een goede dag. Ja, dit was volgens mij wel Rob Jansen. Dan weet ik wel zeker dat het Jansen was. Kun je goed horen aan de stem. Een geel seintje. Ga een beetje geleidelijk remmen. Wel best wel rustig remmen, niet zo heel wild. Nou, deze gaat de andere kant op. Die gaat dus naar Düsseldorf, als het goed is. Als ik het goed gelezen heb de vorige keer. En dan komen wij hier aan op station Zevenaar. Volgens mij staat er nog een breng. G2 zie ik volgens mij aan de rechterkant staan. Die is even lekker aan chillen. Die gaat ook zo richting Arnhem Centraal. Zo. Even flink remmen. Daar houden we wel van. En we doen natuurlijk even zo meteen de deurtjes open. Hartstikke mooi. Goed, dames en heren, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van deze aflevering. Zowel doe dan even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van mijn afleveringen wil zien, dan kun je uiteraard abonneren op dit kanaal. Voor nu iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Uiteraard tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.